We back. Oké, ik heb de nieuwe setup. Mijn auto is volgestampt met grief. Dat is de nieuwe PC. Let's check it out. Met knappe Dieter, alles goed? Zeker, nee. Wat een dus? Hey. Dag. Dag. De man des huizen. Hey, Abolice, we zijn al wat bezig geweest. Amai, is dat een steen? What the fuck? Moet je naast staan. Moet echt een keer in één spelen, maat. Dus niet stinken, hè, Abu. Daar staat kweet niet veel aks klaar. Zullen we zeggen, foto's van... Ah, diksen! Nee. Het gaat beginnen. Daar staan de aks, hè. Klaar. Dus niet stinken. Hier maak ik mijn setup installeren. Voilà, uitgeladen. Ik heb een ganse nieuwe setup meegebracht voor Kappelan. Heb ik een mic gebruikt? Of dat ik graag een mic gebruik? Nu wel. Dus we hebben de nieuwe Stream Deck Plus die ik nog niet heb gebruikt. We hebben de Wave XLR dat ik nu op single PC kan gebruiken. De nieuwe Samsung scherm van de samenwerking. Dankjewel Samsung. En de PC van Alternate. Die heb ik zelf betaald, maar ze hebben die kunnen extra snel leveren. Dus mijn excuses aan iedereen die tijdens Black Friday een PC bij Alternate heeft gekocht. Misschien had je langer moeten wachten door mij. Maar ik heb hem wel nu gekregen, dus fucking vet. Echt nice. Dus ik hoop dat alles goed gaat werken. Sweet beast dat ik ga gebruiken voor thuis extra setup beneden. En voor mee te nemen naar Lens, zoals de Kappalan en een ongebruikte Nacon muismat. Wow. Amazing. Ik zit zo goed vol en ik ben zo dikke. Kijk, wat geconcipeerd. Custom esports jerseys. Wow, Chinox. Dankjewel, Alternate, om met spoed toch nog een PC samen te zetten. Dankjewel. Alternate. Wat een unit. Oh joh. Dat is een chique dude. Wat een chique. Wat een klet joh. Wat een klet pegen. Ik weet niet wat dat dan moet kosten. Ik kan hem verpegen. Ik zal zo via internet doorsturen, dat allemaal. Oh my god. Daddy. Papa, daddy. Hier mag ik een kort tekst op spelen, want je kent. Het is klaar. Mooi, je bent zo handig, Abu. Ik hou van parcours. Oh shit! Mr. Cortex! Please! Michiel, nee, waarom loopt jij nu weg van mij? Ja, ik ben het is het eerste fragment van de video. Echt? Ja. Welkom allemaal bij de nieuwste vlog. Ja, ah nee, van het eerste fragment van u bedoel ik. Ah, oei. Is mijn vriendin, Judy? Also, ja, hoe lang zijn jullie al samen? Ook al even, hè? Lang, bijna 3 jaar. Wow, oh, dat wist ik ook al niet. 3 jaar. Corona koppel, hè? Corona koppel. Is die vriendin zwanger? Oh my lord. Emotie! Die van mij is redelijk vol, ja. Shit! Ik heb beloofd om niet te wenen. We zijn met Peter. Oh, mooi. Ja, wel een goede Peter zijn. En je weet dan van nu pas? Of wat? Ja, daarnet heb ik mij gegeven. Kom maar, een beetje wenen voor de vlog. Maar ik heb daarnet wel een beetje wenen. Ja, maar dat doe ik iedere keer als jij wacht. Oké, het is was fucking veel werk nog. Het is opgebouwd. De PC van Alternate. Nieuw Stream Deck. Wave XLR. De Wave DX. Ik heb wel mijn XLR-kabel vergeten, dus ik geef Jinox er nog een. 2 Samsung-schermen. En nu wordt voor de eerste keer opstart en hopen dat het niet crasht. Normaal laat ik u elke keer verschieten op de Kappalan. Ik ga je laten verschieten. Wait, waarom heb je brein al? Ik heb een nieuwe hobby. Hoe oud zijn jij geworden op die tijd? Holy fuck. Kijk, leuk, hè. Ik heb allemaal eten en zo geprepareerd bij. Goed is dat? Nee. Jawel, maar ik ben geen alcohol, niet... dus. Nee. Ik heb vodka bij. Nee, dat is water. Ah, echt? Nee, ja, dat is vodka. Wat? Oké. Ik heb nog afgelegen, ik heb geen zin, dus ik ben aan het Kappalan is niet meer hetzelfde. Goed, hè? Ik heb een steek laten vallen. Oké, setup.
komt in orde. Heel veel installatiewerk. Ik ga er geraken. Very nice. Wow, Moraltis, wat heerlijkheid ben jij aan het eten? Dat is butter chicken, mijn broccoli. Eerlijk, dat ziet er goed uit. Ik ben blij dat je een drempel zo laag ligt voor dingen die er goed uitzien. Smakelijk, Judith. Dankjewel. Ik vind dat jij de beste pizza award krijgt. De pizza die er best uitziet. Ah, dankjewel. Kijken wat Dieter heeft gepakt. Met hesp. Yes. Ik pak er nooit mee hesp wel. Waarom niet? Ik pak altijd pepperoni met salami. Maar wat pepperoni, dan kunnen we weer een weekend naar het toilet gaan voor mij. What is those? What is those? What is those? Toen ik ben moe, oké, laat me gewoon zeggen. Shot opnieuw, shot opnieuw. Oké, what is... What is that? Dit is een calzone oriental. Met curry, ananas en alles wat jij haat. Hardcore is leven, wij zijn hardcore en hardcore will never die! Hey Moraltis. Hallo! Oh, je bent verplezen? Wat zie ik Moraltis eigenlijk altijd? Doe gewoon zo wat verwarde geluiden. Dat is al, komt wel redelijk in de buurt. Als jullie nu zwaaien, komen jullie misschien in een vlog, als ik genoeg beelden heb gemaakt. Amai, niemand zwaait in chat. Niemand zwaait. Dat is onvertaalig. Zwaait zelf. Wacht even. Ik zal iets diep uit. Wow, this. Amazing. Zwaaien. Yeah. Amai. Doe het aboelik. Holy shit. Nice cock. Dus, je bent weg. Hoe vond je de kapelan? Keileuk. Ga je mij missen? Nee. Een beetje? Nope. Klein beetje? Alleen doet dat ze raar op de camera. Maar waarom is dat raar? Allee. Je zegt elke ciao, keer. Ciao, vlog. En de... Wat zijn de goede voornemens? Wat zijn ze? Nee, ik wil er gaan kijken. Tanja. Blijven leven. Voilà. Mooi. Dag Dieter, vond je het leuk? Super. Wat zijn je goede voornemens? Mijn goede voornemens. Voornemens voor het nieuwe jaar. Sowieso dia halen op Valorant. Are you sure about that? En als ik dat niet haal, dan zullen het niet enkel de kerstballen zijn die hangen in een boom. Ah, speciaal. Thank you. Hey, wat vond je van de kapelaan? Ja, het is anders, lijkt ik te veel. Nee? Nuchterder. Dat sowieso al. Ik weet niet, ja, iedereen is precies ook zo volwassen gewoon. Of zo. Het was er terug even zien komen, denk ik. Volgens mij gaat de volgende keer terug. Heel neig zijn. Ja, dat kan. Ik zei tegen de Moraltis, er zijn twee extremen geweest. De ene keer dat Moraltis en ik aan kotsen waren in u. Maar dat was geen kapalan. Ah ja. Dat was gewoon een random drinkavond. Nu goede voornemens? Oei. Ik zou graag wel naar mijn start-up dit jaar, dat ik daar eigenlijk iets mee kan gaan doen. Dat is eigenlijk iets wat ik heel graag, wil doen dit jaar. Daar meer tijd in steken. Minder toxicity, minder seksisme, racisme, videogames. Dat is het eigenlijk. Ah ja, en tweede kleine. Die komt ook aan. Dat zoiets. Ook. Dat is. En verbouwingen. Oh, dat is een druk jaar. Dus de volgende kapalan ga ik je gewoon depressief als fuck zitten omdat alles aan het gebeuren is. Tot volgens Judith. Doei! Hoe vond je? Was het leuk? Het was leuk. Ik ben bijna doodgaan. Ja. Dankjewel voor het fijne weekend, Jenox. Dank u. Tot de volgende keer. Doei, doei. Hey! Kapalan, de laatste. Ik heb niet veel gefilmd. Het was een beetje druk, maar volgende Kapalan video terug extra lang edit. For sure. Doedeloes.